Goedemorgen, het... Goedemorgen? Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen, het is 10 voor 11. 10 voor 12, oh my god, ik moet gewoon weer wennen. Het is vandaag maandag. Ik weet weer niet welke dag het is. En ben ik scherp? Ja, top. Oké, sorry, opnieuw. Het is maandag 19 juni, 10 voor 12. Ik neem jullie vandaag weer mee, want ik ga vandaag naar Amsterdam. En na Amsterdam kom ik weer terug naar kantoor, want dan hebben we ook weer wat leuks. Want de meiden van How to Spend It hebben vandaag een hele leuke avond gepland. En daar mag ik komen presenteren voor een paar toffe dames. Dus dacht ik ook, misschien is dat leuk om te laten zien. Nou, ik ben al in Amsterdam met Wen. En als gewoonlijk verandert ze haar schoenen gewoon op straat. Maar ja, hoort erbij, hè. We zijn nu onderweg, we zijn wel ietsjes later, maar dat zijn we altijd. En ik dacht dat het gewoon een opening was. Zij denkt dat het een modeshow is, dus we zullen zien wat het precies is. Naar foto's gemaakt omdat mijn batterij leeg is, maar nu knippert er niet. Oh, nu wel, ja. Dus ik wil even zeggen, het was een super leuke dag en ik ga. Oh nee, ik ga niet stoppen, want ik moet nog naar Rotterdam. Ik zie wel hoe ik dit oplos. Later. Peace. Nou, ik ben weer terug op kantoor en ik heb gepresenteerd voor deze toffe meiden, want zij gaan zelf ook vloggen. En het leek me leuk om hun gewoon nu eigenlijk al in diepte te gooien. Ze gaan alleen slijt in 2 seconden en kijken of het lukt. Hey, je mag het vasthouden, hoor. Oh, mag ik het vasthouden? Ja. Oké. Okay. Oh, ja. We hebben net echt hele coole tips gekregen. Dus daar gaan we meteen mee aan de slag. Ik mag niet naar het dingetje kijken, alleen in de camera. Nou ja, dit was in ieder geval even mijn tip. Doeg! Nou, daar gaan we dan. Ja, dat niet in het schermpje kijken, dat is super verleidelijk. En voor mij was echt een goede tip het licht. Want ik kan nog wel eens in de meest donkere grotten belanden. En dan gewoon de camera erbij pakken. Dus let vooral op het licht. En die ga ik meenemen. Hallo. Oh ja, dus... Heel raar. Dat is heel raar inderdaad. Dit wordt nog eventjes wennen. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. We gaan detoxen op een hele aparte manier binnenkort. En daar zullen jullie wel meer over zien de aankomende tijd. Ja, dat is het. Awkward, hè? Ja, heel awkward. Hey, maar goed, terug naar jou. Nou, dit waren 3 van de 4 toffe dames. En eentje is al bezig met shooten. Maar dit was eigenlijk mijn dagje voor vandaag. Lekker een dag bij Marlies Dekkers en met deze stof meiden. Dus later. I like them, I tell them.